Ernst, het is een mooi weekend voor PSV. Na de euforie van gisteren, de winst, hè, de eerste driepunter in de Eredivisie. Nu ook weer een hele mooie dag. Jerry Schouten is aan boord. Wat kun je vertellen over die transfer? Nou, wat ik erover kan vertellen, dat is iets wat al langere tijd in de planning stond. In die zin dat we al een tijdje bezig zijn. Na het vertrek van Gutierrez zijn we uiteraard aan de slag gegaan om ons middenveld te versterken in de verdedigende middenvelderpositie. Jerry stond daar bovenaan als het de aanwinst om te gaan halen. Uiteraard is dat lastig in eerste instantie, hè, want het speelt toch bij in de Serie A. De samenwerking met agent, speler en uiteindelijk en PSV dus, zijn we uiteindelijk tot deze deal gekomen waar we zeer content mee zijn. Dus veel werk ingegaan van een hoop mensen achter de scenes, maar heel mooi dat het dan zover is. Ja. Ja, wat maakt dat hij de nummer 1 op het lijstje was? Nou ja, als je kijkt naar het voetbal wat we heel graag willen spelen, ja, past Jerry daar echt perfect bij. Natuurlijk heeft hij een mooie ontwikkeling, 1 in Nederland gehad, maar daarna ook in Italië. Als het gaat om het winnen van wedstrijden, wat uiteraard heel belangrijk is. Maar hij neemt dat Nederlandse neemt hij met zich mee, want hij heeft een bijzondere gave aan de bal ook. En op het moment dat we dan in de opbouw zijn en je hebt zo'n speler die een angel kan worden, dan moeten we daar heel erg content mee zijn. Succes. Hij is zelf ook heel blij met deze stap. Hè? Dat spreekt uit alles. Hoe heb jij hem ervaren in de afgelopen periode? Nou, ook zo. Ik bedoel, als ik alleen al kijk, en volgens mij heb ik dat in een ander interview ook gezegd, als het gaat om de speler en de agent die daarbij zijn en de samenwerking die je dan met elkaar hebt en gesprekken die je met elkaar hebt. Je kon vanaf dag 1 merken dat 1 Jerry en zijn omgeving heel graag wilden. Ja, en dat is natuurlijk, dat maakt het dat je tot zo'n deal kan komen en iemand vanuit de Serie A kan halen. Want daar, het is toch geen kleine competitie, zullen we maar zeggen. En op het moment dat hij dan voor PSV kiest en je krijgt dat toch voor elkaar. Ik moet zeggen, gesprekken ook met Bologna, met de heer Fanucci en Sartori en Marco Di Vaio. Ook allemaal prima verlopen, dus heel content. Ja, we kunnen er weer eentje afstrepen, wil ik haast oneerbiedig zeggen. Wat zit er nog meer in het vat de komende periode? Want de transfer deadline die loopt natuurlijk nog. Ja. Waar zitten de dossierpunten nog voor je? Ja, dossierpunten. We hebben nu met Malik in de afgelopen weken die we een aanvallende rol hebben kunnen halen. Dan met Jerry dan de verdedigende middenvelderrol kunnen we. We zijn nog steeds bezig met een verdediger en we zullen dan kijken hoe we de rest van deze window door gaan brengen. Maar het zal nog bijzonder druk gaan worden. Er wordt ook links en rechts wordt er met name spelers, als het gaat om huren van spelers en jongens die het goed hebben gedaan bij 1 nu zeg maar in de voorbereiding, maar ook bij Jong zitten. Daar wordt ook aangetrokken, dus het wordt nog wel een drukke periode. Ja. Dan spreken we elkaar binnenkort weer. Dat denk ik wel. Dankjewel. Graag gedaan.